Beste kijkers van de Nieuwe Wereld. Voordat jullie dit gesprek induiken, wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Goed. Uh, ja, dank uh, om hier uh, te mogen spreken bij deze bijzondere gelegenheid in deze prachtige uh, ruimte. Uh, in het bijzonder ook aan uh, Maatje Taverne, die mij benaderd heeft uh, hiervoor. Laat ik uh, uh, op voorhand duidelijk maken: ik ben geen specialist op dit gebied. Uh, die komen dadelijk aan het woord. Uh, ik ben zoals gezegd uh, filosoof. Nou, heeft hij heeft het voordeel dat hij over vrijwel alles kan praten. Daar moet, moet hij ook voorzichtig mee zijn. Uh, in, in mijn geval, uh, inderdaad, sociaal-cultureel filosoof. En om met Hegel te spreken, ik doe ook een poging om de tijd zelf te begrijpen. Filosofie is in het tijd in gedanken ervast. Dus ik probeer ook iets van de, het, het, het heden te vatten. En uh, vandaar ook dat die verhouding tot het verleden en erfgoed voor mij ook uh, zonder meer interesseert. En vanuit die hoedanigheid probeer ik een aantal, uh, nou ja, wat te zeggen, uh, inzichten met u te delen of... Uh, ik zou kunnen zeggen, woorden te delen waarmee ik kijk naar die kwestie van uh, erfgoed. Uh, daarnaast ben ik natuurlijk ook uh, burger van, uh, uh, van een stad. En dat is natuurlijk de mooiste stad in Leiden, met de meeste in Nederland met de meeste monumenten per vierkante kilometer. Ik ga het toch maar even opbieden. Dat is inderdaad Leiden. En daar ben ik op 18-jarige leeftijd gaan wonen. En ik kan u vertellen: ja, prachtig om te, om te zien. Ik ben ook echt in Leiden gaan wonen vanwege de stad. Ja, mijn zus studeerde daar. En uh, ik, ik voelde me eigenlijk meteen thuis toen ik daar uh, kwam. En dat had alles te maken met uh, de sfeer van de stad, het erfgoed. Nou, daar mogen we nog niet naartoe. Hoor. Nee, dus, dus die, die brug uh, is bij mij achter, het Rapenburg. Uh, en daar heb ik heel wat nachten ook doorgebracht. En er staan filosoferen, al kijkend, uh, over, uh, over het uh, water. En wat dan mooi is, is dat je ergens nog de verbinding kunt maken met Descartes die daar heeft rondgelopen met Spinoza die daar ongetwijfeld ook rond heeft gelopen met um, uh, Freud die uh, na verluidt met uh, um, Mahler uh, uh, het Rapenburg heeft afgelopen terwijl Maler in korte tijd in therapie was Nou, uh, ik, 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 u merkt al ik, ik heb een uh, voorliefde voor die, uh, voor die uh, historie daar, daar komt bij dat ik inderdaad een bevoorrecht mens ben, uh, ik, ik woon inmiddels in een, een huis uit 1632. Um, daar vinden ook de opnames plaats voor um, de, nieuwe, de nieuwe wereld. Um, en um, ja, ik, ik hou heel erg van dat huis ook. Ik, ik heb er van binnen niet eens zoveel aan hoeven doen. Proberen een beetje tot z'n recht te laten komen. Je mag wel even verder met de hal. We uh, dus, uh, krijgen nu een, een zeker beeld. En uh, de opnames van de Nieuwe Wereld. Ja, Nog de volgende. Die vinden hier plaats. Misschien kennen sommigen van u het. Uh, daar ziet u ook uh, de boeken staan. En uh, daar zit ik ook regelmatig uh, te uh, studeren. Uh, aan de plafonds mag niets worden gedaan. Want uh, daar is uh, vrij uitzonderlijk, heb ik van Maatje begrepen, uh, nog iets uh, aanwezig van een renaissance. Uh, schildering. Um, dus die uh, moet bewaard blijven. Dan heb ik ook geen behoefte om daar iets uh, aan te doen. Nee. Dus ik, ik ben daar heel dankbaar voor, dat ik daar kan, uh, kan wonen. Um, en en de, de vraag is nu, hè, wanneer ik over erfgoed uh, spreek, uh, waarom raakt mij deze thematiek? En ik kan u zeggen, uh, ook in mijn eigen gang naar Leiden had het, had het verleden uh, altijd wel iets te maken met uh, de, mijn, mijn aantrekking tot, uh, tot die plaats. Dat heb ik eigenlijk bij de filosofie opnieuw ontdekt. Ja? Dat ik uh, toen ik ging studeren, eigenlijk door de teksten, en nu kon ze zo even in de bibliotheek nog zien, uh, van Plato of van Aristoteles. Uh, mij zo kon voeden dat ik juist van daaruit op een andere manier eigenlijk tegen het heden kon aankijken. En dat is uh, als het ware de, de, juist de, 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 de stap uit het heden, maakt dat je het heden ook op een andere manier kunt, uh, kunt, kunt bezien. En dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijk uh, onderdeel geworden: dat uh, iets mij helpt, ook in mijn eigen gedachtevorming, uh, wat, wat komt uit een andere tijd of zelfs uit een andere wereld. Uh, zoals het geval is bij, uh, bij Plato en Aristoteles, maar ook wanneer ik Hegel lees of, um, of of Heidegger, en andere tijd, andere uh, cultuur. En tegelijkertijd gaat het me juist, zoals ik al zei, om, ook om dat heden. Niet om in het verleden te vluchten. Maar juist ook om, laten we zeggen, de, de, het, het, het heden op een rijkere manier te kunnen, te kunnen zien. En te kunnen ervaren. En misschien ook om het niet te spreken, voor een deel ook kritisch te kunnen zijn op wat zich in dat heden voltrekt. Omdat je gevoed wordt door iets. Uit het uh, verleden, wat jou nog steeds ja, iets, iets te denken geeft. Ja? Nou, uh, in, in, dat, dat drukt natuurlijk ook al een bepaald soort liefde uit. En dat zit, zit ook ten diepste in de filosofie, en de liefde uh, voor, de, voor de wijsheid. Uh, maar een liefde die dus bijna door de tijd heen gaat. Wanneer ik over Plato doseer of over Aristoteles, dan doe ik dat met liefde voor die denkers. Niet om daar nogmaals in terug te vluchten, maar ook. Om eigenlijk iets van hen te krijgen. Ze gunnen mij iets. Ze gunnen mij iets waar ik dankbaar voor ben. En mijn dank uit zich eigenlijk dat ik hen mijn aandacht gun. Dat is een, eigenlijk een wederkerige, dubbelzinnige beweging van, van gunnen en danken. En dat is ook de relatie tussen oud en jong. Misschien zoals een leraar ook zijn leerling iets gunt. Uh, en de leerling zijn leraar iets gunt. En in, in dat wederzijdse gunnen zit eigenlijk ook een, een bepaald soort dank, dankbaarheid. Nou, dat is een, um, uh, een introductie, omdat het, uh, denk ik, in de kern ook raakt uh, aan de kwestie van erfgoed. We hebben het hier over natuurlijk geestelijk erfgoed, hè, waar ik mij mee bezig hou, niet omwille van dat verleden, maar juist ook om zelf verrijkt te worden, rijker te worden, gelaagder te worden in mijn manier van, uh, van, van denken. Om te antwoorden uh, op datgene wat, uh, wat zich aan mij uh, presenteert. Ik ben er zelfs uh, Grieks voor gaan studeren. En, en dit is een van mijn grootste uh, geluk geweest, dat ik door het Grieks, op een nieuwe manier Plato en Aristoteles kon, kon lezen, heeft me ongelooflijk veel gegeven. Ja, die, die vertaling. Dus het is voor mij inderdaad een hele persoonlijke uh, aangelegenheid. Nou, wanneer we het hebben over de, uh, de persoonlijke, persoonlijke vorming. En dan bij, de, bij de Grieken heb je het dan over ethos. Nou, u kent dat woord ook wel, een ethos, we zeggen een arbeidsethos. Nou, het Griekse ethos betekent eigenlijk twee dingen van origine. Ja, het, het, is, het is zowel onze houding, onze gewoonte, maar het is ook onze woonplaats, ja, de plek. Het is de, het is de habitus en de habitat. Nou, de, 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 de habitus wijst natuurlijk bij uitstek op het levende leven... Maar de habitat is eigenlijk mijn omgeving, de wereld waarin ik woon. Dus je ziet hier ook eigenlijk, ik noemde zo even dus de, de, de geestelijke voeding. Maar een ja, ethos wijst ook, ik woon in Nederland, ik ben in Leiden gaan wonen. Dat is een, dat is een plaats. Ja, en die plaats heeft mij ook medegemaakt wie ik, wie ik ben. Denk maar eens wanneer je zelf in een ander land zou zijn geboren, je kunt het heel wat slechter treffen. Dus die, die plaats is niet iets wat jij zomaar beheerst, maar die plaats geeft jou ook iets. En je zou kunnen zeggen: in, in, in Leiden, zo'n plaats, daarin is een bepaalde wereld gestold. Ja, daarin zie ik inderdaad uh, de eeuwen aan mij uh, voorbij trekken. Um, ja, dit is een prachtig voorbeeld, het, uh, het academiegebouw. Um, een mooi stukje hergebruik zien we hier al. Hè? Gebouwd in uh, 1507 als het kapel van het toenmalige klooster. Maar u weet allemaal, we hebben natuurlijk... Uh, ...de beeldenstorm meegemaakt en de reformatie... ...en uh, het, het kreeg zijn herbestemming in uh, 1574... Um, ...toen um, het uh, Leiden natuurlijk als uh, dank ook voor haar volharding... ...tijdens uh, het, 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 het beleg van Leiden um, uh, de universiteit... ...de Nederlandse universiteit van, van de Republiek kreeg uh, uh, toegewezen... En, en die vestigde zich hier in het academiegebouw. Ik ben daar ook afgestudeerd en dat is zo mooi. Wanneer ik daar nog steeds met regelmaat rondloop, dan is dit de uitwendigheid van mijn geheugen. Dus het is een, ik, ik zie daar een deel van mijn, van mijn eigen leven, wat daar wordt bewaard en tegelijkertijd ja, vlecht ik me daar in een, in een bepaalde geschiedenis. In. En dat, dat is het kenmerk natuurlijk ook van de rituelen in het zweetkamertje. Ik was nog tot een generatie die daar zijn handtekening mocht, mocht zetten. Ja, en, en met die rituele handeling sta je eigenlijk in een, in een bepaalde uh, lijn, in een bepaalde uh, traditie. Nou wat, wat mooi is, is dit hergebruik, uh, een, een universiteit, uh, deed op een bepaalde manier ook recht aan wat de kapel is. Natuurlijk toch ook een plaats van bezinning. Ja, een plaats van het, het hogere, zouden we kunnen zeggen. Wat, wat hier op een andere manier eh, natuurlijk ook, ook werd eh, eh, vormgegeven. Eh, dus we, daar zien we eigenlijk het samenspel van, van habitat en habitus. En nu is het zo: de tijd gaat voor. Hè? Dus onze gebruiken eh, veranderen. En inmiddels is de Pieterskerk, waar ik eh, ook nog gewoond heb, die hoef je nog niet te laten zien hoor. Uh, maar maar uh, ja, die Pieterskerk is regelmatig ook een partycenter. Nou, dat is een ander hergebruik. Dus de wereld waar die kerk toe behoorde, die is er eigenlijk niet meer. En we proberen dat dan ja, op een bepaalde manier te hergebruiken. Maar je voelt dat het een soms geslaagder is dan het ander. Er waren regelmatig whiskyfeesten in de Pieterskerk. En dat gaf toch wat, toch wat schunnige taferelen bij mij voor, kan ik u uh, verzekeren. En dan vraag je je af, nou, is dat nou helemaal de, uh, de bedoeling? Dus de, daar is ook de vraag. Van dus dus doe je recht aan, aan datgene wat je wat je hergebruikt. Zoals je dan is de is, geef je de aandacht die het die het verdient, komt het daardoor ook eigenlijk tot zijn, tot zijn recht. Kan het als het ware jou meehelpen, meespelen in dat wat je aan het aan het doen bent. Dat is wat mij betreft ook een thema wat we dadelijk ook kunnen gaan bespreken rond rond hergebruik. Op wat voor manier is 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 anything goes? Of moeten we ergens dus inspelen om ook recht te doen aan uh, datgene wat ons gegeven of ons vergund uh, wordt? Nou, hoe het ook zij, als je dan in zo'n stad uh, rondloopt als Leiden, he, dan zie je dus inderdaad die werelden die, ges die gestold zijn in verschillende perioden. Ja, En eh, ik, ik, ik had altijd de, de, de hobby om uh, op zondagmiddag om, uh, te gaan wandelen. En, waar ik, ik, en ik heb me lang afgevraagd: van wat, wat vind ik er nou zo fijn aan om door de stad te wandelen? En ik realiseerde me, ik kijk heel graag naar de huizen. En toen dacht ik: waarom kijk ik zo graag naar al die huizen? Uh, en, 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 ik, en ik besefte, wat ik er zo geweldig aan vind, is dat inderdaad hun façade. Alsof, het, alsof, het, alsof, er, alsof je kijkt naar persoonlijkheden en gezichten. Ja. En waarbij het dus niet zo is dat ik alleen maar kijk, maar ik word ook aangekeken. Dat is ook wat het, een, 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 huizen kijken je ook aan, vandaar ook façades. Die doen dus iets ook met je. Die brengen je in een bepaalde sfeer. En het is, het is denk ik, ik ben een erg sfeergevoelig mens. Uh, waarom de stad Leiden me ook altijd zo heeft aangetrokken? Omdat ik al die gezichten kreeg en, ik, en, en me die ook uh, ontzettend aanspraken. Niet altijd overigens, maar daar kom ik zo op. Um, we raken daar aan een, bijna aan een animistisch idee van een stad. Ja? Alsof er een soort ziel in, in de dingen schuilt. Iets wat. Uh, de, de analytisch psycholoog James Hillman eh, op een gegeven moment ook brengt tot het spreken over de Anima Mundi. Hij gaat dat terug naar Plato, de wereldziel. Alsof, de, alsof ergens een plek, een plaats zelf, een ziel heeft. En dat daarmee ook, eh, de, ook plaatsen dus verknipt kunnen raken, zoals mensen verknipt kunnen raken. Ja, hij spreekt in verband met uh, volledig glazen wolkenkrabbers ook wel van gebouwen met uh, anorexia. Ja? Dus de, alsof, alsof het gebouw zelf een, een, inderdaad een, een soort tijdsgeest of een inzicht draagt... Nou, um, dit, 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 dat begeeft ook al aan dat je misschien voorzichtig moet zijn wanneer je bouwt, wat je, wat je aan het doen bent. En nu woonde ik, ik zei het al aan de Pieterskerk, uh, dit, dit huisje, uh, dat, uh, prachtig hergebruik ook, overigens. Ik heb daar uh, meer dan tien jaar gewoond, uh, klein, maar wel heel gezellig. Uh, tegelijkertijd stoorde mij één ding enorm, en dat is mijn, was mijn uitzicht. Ja. Um, en ik, begreep, ik begreep gewoon niet waarom dit was gedaan. Nou, ho, hoe je dat kunt doen. Ja, eh, overigens een hele aardige buurman. En ik heb het hem nooit gezegd. Maar, maar, maar eh, dat was het punt ook niet. En eh, nogmaals, ik ben niet tegen, tegen vernieuwing. Maar, eh, want je had ook, maar, maar dit eh, begreep ik dus. Echt niet, wat, wat, voor, wat spreekt hier uit? Dus ik vond dit inderdaad uit zijn verband gerukt, om het, om het zomaar even te noemen. En dat, is, dat brengt mij bij de laatste afsluitende gedachtegang, die wordt wel meest gecomprimeerd. U denkt misschien dat dat de Leidse gevangenis is. Maar dat is, dat is een universiteitsgebouw uit de jaren 80. U mag het nog wel eens zien. Ja, hier heb ik ook gedoseerd. Dat was mijn kamer ook, maar ze vonden het ook tijd om dat, ja, om dat op te knappen en een ander aanzicht te geven. Dan zijn ze: kijk, dat, dat gebouw is in de jaren 80 neergezet. Ja. Toen, toen, ik er, toen ik er kwam, toen ik er kwam studeerde. Ja, Ik heb daaronder, uh, rechts, rechts, het rechtergebouw, linksonder heb ik nog regelmatig college gegeven, zelfs. Uh, en ook gevolgd. En, en, en ik zie nu dit, het lijkt alsof het een soort Oekraïne alsof er een bom is gevallen. Ja. Het is een, um, uh, maar goed, ze zijn, hebben natuurlijk hele goede plannen mee, dat kun je zien. Zie je? Dat is, uh, dus dit gaan ze ermee doen. Ja, en yeah, uh, and, and, uh, yeah, dit, nou, dat ziet er dan ook weer heel. Uh, en wat, wat mij dus, uh, en ik wil hier met mijn gedachtegang ook, uh, ook verder gaan aanspitsen, uh, toespitsen. Van wat, wat, wat is dit? Dat een gebouw, we hebben ik net de academiegebouw laten zien, ja? uit het uh, begin van de 16e eeuw. En, en nogmaals, dat is ook uh, hergebruikt, er zijn ook dingen verbouwd en zo. Maar... en de vraag is dus: waarom konden wij dat andere gebouw, wat u dit gebouw, niet met rust laten? Dus dat, dat, ik wil die vraag gewoon voorleggen. Waarom konden we dat niet? En ik moet eerlijk bekennen, het interesseerde mij ook geen flikker. En dat is iets interessants. Ja, ik, ik moet wel bekennen, het doet een beetje pijn, omdat ik denk: van wat, ik ken die gebouwen vanuit mijn. mijn en je denkt toch, een universiteit, dat, dat is toch juist iets wat de tantes tijds moet doorstaan, wat een zekere continuïteit moet hebben. Maar dit is wat Hannah Arendt noemt, gebouwen als consumptiegoederen. Ja, dus het is geen bestendigheid meer kennen, die eigenlijk zelf ook een soort wegwerpartikelen zijn geworden. En de vraag, hoe, hoe kan dat? En ik denk, ik, ik probeer het eigenlijk te, met u te begrijpen, we kunnen er dadelijk nog over hebben, wat hier nou gaande is. En ik denk, ja, misschien had dat ook wel iets te maken met... Dat, dat de, het gebouw zelf eigenlijk ook, ook niet helemaal uh, recht deed aan de, aan de plek. Dat er iets daar in het gebouw zelf zat, en wat we dus ergens voelen: van ja, het kan er ook niet staan. Een soort willekeurigheid. Het kan ook iets anders zijn. Het, het, uh, en daarom kunnen we het ook gewoon uh, helemaal uh, omgooien en, en uh, veranderen. We kunnen het zelfs slopen. Dat had voor mij dan niet veel uitgemaakt, hoor, deze nieuwbouw of. Of, of, of um, uh, een sloop. En, 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 en dat zegt natuurlijk iets. Hè, dat, dat, dat een, we hebben het hier niet meer over erfgoed eigenlijk. Nou, dit, is, dit is inderdaad meer een consumptiegoed of een gebruiksgoed um, uh, geworden. En dat heeft dus uh, vermoedelijk iets te maken, ik, ik zei u al, met, dat, met die liefde. Van de, de, de vraag is natuurlijk, uh, als je een gebouw ergens neerzet. Well, van wie is dan eigenlijk die plaats en van wie is eigenlijk dat gebouw? Een, een uh, is een enorm vraagstuk. Ja? Um, want je, je, je treedt in de publieke ruimte. Ik had het over ethos en dat, Griekse, dat ging samen met de Griekse gewoonte, de Griekse habitat, maar het hangt samen met ethiek. Het inrichten van die ruimte is een ethische aangelegenheid. Dus... dus je zet iets in een ruimte, dat is eigenlijk ethiek. Ja? Dat is ethiek. Het, het bepaalt mede die, die sfeer van die, in die omgeving. De vraag is, van wie is die plaats? Ja? En je kan zeggen, nou ja, het begint al met dat, dat het tot de publieke ruimte behoort. De, de gebouwen kijken ons aan. Het is van ons. Op een bepaalde manier. Ja? En wie zijn, wie is ons? Ja, ook, ook mijn kinderen bijvoorbeeld. Of, of mijn Kleinkinderen. Ja? Dat is tegenwoordig ook de vraag: bijna een goede voorouder geweest. Dus dat is, is bijna een goede voorouder geweest als je, toen je dat pand uh, uh, neerzette. Nou, kennelijk niet, want het kon weer afgebroken worden. Ja? Um, dus dus dat, die, van wie is die wereld? Het interessante aan een stad is en aan een land is, is dat het je eigenlijk teruggaat in, in, de, in, in de tijd. Ja? Van wie is Van wie is Haarlem? Dat is ook van onze voorouders. En dat is ook van onze achter-achterkleinkinderen. Wij zijn vergankelijke wezens. Wij zijn sterflingen. Dat betekent, wij zijn passanten in de stad. Wij zijn voorbijgangers. Wij gaan voorbij. Letterlijk en figuurlijk. We komen ergens, we gaan ergens. En dat betekent dat de plaats waar we, waar we ons bevinden... Bevinden... Dat is niet louter van ons. Ja. Die wijst eigenlijk al over ons heen, zowel in ruimte als in tijd. Ja. Heb ik bij dat gebouw rekening gehouden met ruimte en tijd? Het verband ja, dat van de, de, de dingen eromheen, ja, maar ook het, het verband in de, in de tijd. Nou, en dat is. Um, het is eigenlijk de manier waarop ik daar zo over na, eh, nadacht. Dat je zegt, ja, gebouw, erfgoed, eh, hoort bij uitstek tot wat je noemt het gemeenschappelijk goed. En, dat, en die gemeenschap is, is, rijdt verder dan, eh, dan jouw heden. Die, die, die wijst terug naar het geschiedenis en die, en die wijst vooruit naar de toekomst. En, en goed, het woord goed... Hangt etymologisch, ik ben dol op etymologieën, dat heeft er met die geschiedenis te maken waarschijnlijk. Eh, samen met gade. Ja? Gade en goed. En de, het is dat waar, waar, wat, wat jouw eigen is, waartoe je behoort. Dus, dus je zou kunnen zeggen: in een plaats zit een sense of belonging. Wat we ook zeggen, hoort, hoort het gebouw daar thuis? Ja? Hoort het daar wel thuis? En, en um, voelen wij ons vervolgens daar? Thuis. Nou, dat betekent dat we, denk ik, bij, het, bij de vraag naar ontwerpen, bij de vraag naar hergebruik, maar ook in de omgang met uh, dat wat er is, dat we eigenlijk ons open moeten stellen voor de plaats. Ja. Beantwoorden aan de plaats, beantwoorden aan de, de ruimte. Ja. En vanuit de ruimte denken en beantwoorden ergens aan de, aan de tijd die, we, die ons gegeven is. Ja, en, 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 en daarmee leggen we ergens een verbinding met, je zou inderdaad de anima mundi, dat zielenleven. Ja, gewoon de atmosfeer in een stad, ik vond dit ook een prachtige plek trouwens, maar de, de, de atmosfeer niet als iets eh, louter functioneel, maar als dat waarin ik zelf eigenlijk, net als bij die boeken van Plato, wordt, wordt aangesproken. Misschien, misschien wel anders eh, gevoeliger wordt, ja. Als ik me daarvoor open stel, eh, natuurlijk. Nou, dat is eh, afsluitend. Dus eigenlijk mijn ethische eh, appel rond erfgoed. Nou, eh, het is een, eh, een vraag naar de, naar de plaats en het recht doen aan de plaats als voorbijgangers. Als, eh, en eh, en dan is het, zoals dat bij passanten of voorbijgangers natuurlijk um, uh, het geval is, de vraag, ja, heb je goed opgelet? Nou, heb je goed gekeken? Uh, en, en als jij echt voorbij bent gegaan, waar heb je dan voor gezorgd? Nou, uh, en wat laat je na? Kortom, je, je erfgoed. Wat is je eigen uh, erfgoed? En dat betekent dat, wat mij betreft, ook hier dat gunnen, maar, maar ook de vraag naar liefde, eigenlijk opnieuw opkomt. Ik denk dat sommige gebouwen echt liefdeloos zijn. Dat er geen aandacht is, geen continuïteit, geen verbondenheid, en dat anderen dat wel zijn. Nou, die liefde is denk ik iets wat de mens in zijn leven moet cultiveren. En dat is in ieder geval waar de filosoof Socrates ons al toe opriep. Ik eindig daarmee met een appel ook om de zaak in perspectief te brengen. Wanneer we nadenken over een gebouw, over de inrichting van een gebouw, is die vraag naar recht doen eigenlijk heel relevant. En wat die plaats zelf van ons wil en wat wij ermee kunnen, gegeven de, 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 de ziel, de tijd waarin we zelf leven... Maar daar zou je misschien een, een, als leidraad een, je zou kunnen zeggen een, een duurzaamheid in drievoud kunnen hanteren. De eerste is een ecologische duurzaamheid. En dat heeft inmiddels, besef ik al, ook een hele belangrijke betekenis. Het is toch eigenlijk ook ecologisch niet verantwoord om een, om een gebouw als een consumptiegoed neer te zetten. Kan toch eigenlijk niet meer. Gewoon puur al in, in natuurlijk opzicht. Ja. Dus die duurzaamheid, in maar ook ecologisch in een nog bredere zin, de, de plek. Ja, is bij, uh, hou je rekening met die, met die plaats? Bij, of komt het uh, op een andere manier eigenlijk, is het een uitdrukking van willekeur? Uh, of een soort, uh, laten we zeggen, postmodernistische behoefte om te ontregelen en te ontwrichten, waarmee iets van die verkniptheid die de mensen tegenwoordig uh, ervaren, terugkeert in de ruimte zelf. Nou, Dan kom ik eigenlijk op, op het tweede, tweede deel, ja, de, de sociale duurzaamheid. Ja, doet, doet dit gebouw, doet, doet deze inrichting, doet deze omgeving iets goeds voor ons? Ja. Er zijn architecten die daar uh, totaal geen uh, boodschap aan hebben. Ja. Ik zal u uh, besparen wat ik daarvan vind, maar ik vind dat de, uh, een, een gebouw is een echt een geme gemeenschappelijk goed is. Ja, en, en daarmee hef, heb je een sociale uh, verantwoordelijkheid. Het is, het is publieke ruimte. Het is niet alleen van degene die het ontwerpt. Het is ook van de plek, het is van de mensen. Het is ook van de, het is ook van de gebouwen eromheen die het aankijken. Ja? En om, om, het, om het zomaar te noemen. Dus, dus dat is de. En tot slot, en dat ligt in het verlengde hiervan uh, natuurlijk, uh, de vraag naar de culturele duurzaamheid. Ja. Dus, dus ecologische, sociale en culturele duurzaamheid. En dat betekent niet hè, dat alles bij het oude kan blijven. Dat geldt ook niet voor Plato. Hè. Dat geldt ook niet voor de leraar. Hè. Je moet steeds met, met nieuw bloed moet het, uh, het, de boodschap levendig worden gehouden en ook vertaald. Dus je moet dat levendige gesprek ook met de geschiedenis uh, blijven voeren. Maar precies dat. Nou, dat je beseft hebt dat dat een gesprek is. Dat, dat jij daar niet alles te zeggen hebt, maar dat je ook moet luisteren en dat je ergens toe behoort. En ik denk op het moment dat je dat doet, dat ook de mensen die daar wonen, die daarin leven, dat die ook iets meekrijgen van een dergelijke sense of belonging. Dat ze ergens bij horen wat in die omgeving zelf zit. Nou, dat zou mijn pleidooi zijn. Zoals gezegd, ik ben geen specialist. Ik kijk er als filosoof naar. En, en um, ik, ik, uh, ik, ik, ik word blij van mijn stad. Ja, en ik word blij ook als ik hier, uh, hier loop. Maar ik kan ook blij worden van bepaalde hypermoderne ontwerpen. Begrijp me niet verkeerd. Ja, het gaat niet hier om alleen maar sentimenteel terugkijken. Maar die, het is juist die, uh, die gelaagdheid, ook in zo'n stad als Leiden, uh, die mij nog steeds tot op de dag van vandaag uh, inspireert. En die mij op goede gedachten brengt. En ik hoop dat dit er één van was. Daarmee dank ik eigenlijk Leiden voor deze gedachten. Uh, die ze mij gegund heeft en uh, waar die ik uit dankbaarheid dan heb uitgesproken. Ik dank u voor de aandacht. Ja. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van de nieuwe wereld wil blijven volgen in de toekomst, abonneer je dan op ons kanaal. En doe ook mee met de decemberactie.